U zegt kunst en cultuur, dat zeg ik graag. Veel mooie herinneringen aan mijn kinderjaren en aan wat het voor je kan betekenen. Als u zegt kunst en cultuur, dan zeg ik verbinding, verbeelding en verheffing. Dan zeg ik inspiratie, dan zeg ik identiteit. Leren is ook een woord wat voor mij heel erg bij hoort. Nou, als ik aan kunst en cultuur denk, dan denk ik eigenlijk wat er nu achter mij gebeurt. Dat kinderen, zo jong als ze zijn, in aanraking komen met het genieten van kunst, het maken van kunst, het maken van muziek, het kijken naar muziek, ermee opgegroeid worden. Als u zegt kunst en cultuur, dan denk ik eigenlijk meteen het belangrijkste wat we hebben als mensen. Het belangrijkste wat we delen met elkaar in de samenleving. En datgene wat het leven mooi en de moeite waard maakt. Dan zeg ik spanning, bevragen, elkaar ontmoeten. Mooi, afstotend. Voor mij is kunst en cultuur eigenlijk een soort levensbehoefte. Zeker in het politieke werk merk ik dat ik het als een soort maatschappelijke zuurstof nodig heb. Het is ook troostrijk en hoopgevend. Het doet je een andere wereld binnengaan en het vertelt je verhalen die je anders nooit had gehoord. Dus het is ontzettend belangrijk. Ik heb piano gespeeld vrij lang. Ik heb theater gespeeld. Toen ik ben piano gaan spelen. Piano spelen, dat was mijn cultuur. Ik speelde ook in een bandje, The Looders. 6 jaar lang piano gestudeerd. Politiek heeft altijd de neiging om te gaan over het nu. Terwijl de bedoeling is natuurlijk dat het gaat over het straks. Over wat het betekent het voor mensen in het land. Hoe kun je zorgen dat je weet samen te werken, ondanks het feit dat je andere uitgangspunten hebt. Hoe kun je zorgen dat het mooier wordt, ondanks het feit dat er soms hele grote zorgen zijn. Mij helpt muziek daarbij. Muziek, ja, dat is echt verheffen. Dan kom je toch op een andere toonhoogte, op een ander niveau kom je. En dat kan zo ontzettend mooi zijn. Het prettige van kunstuitingen is dat het je, nou ja, het kan je vermaken, het kan je ontspannen, maar het kan je ook op een manier aan het denken zetten met de diepgang die je daar zelf bij wil beleven. Dat je ziet dat iedereen daardoor geraakt wordt, dus dat kunst ook ons bindt. Nou, ik denk dat we veel meer moeten doen met schoonheid, met kunst en cultuur. Ik denk dat we kinderen veel meer creativiteit kunnen aanreiken. Nou, daar geloof ik ook heilig in muziekonderwijs. In kinderen samen laten zingen, laten klappen, laten dansen. Ik wil rekenen dat alles allemaal heel belangrijk, maar een mens is meer dan alleen maar cognitieve vakken. Begeleid kinderen in expressieve vakken. Begeleid kinderen in hoe de wereld in elkaar zit. Dat we ook naar elkaar willen kijken. Dat je je ook wil interesseren in wat een ander bezighoudt. De verbinding tussen hele verschillende mensen, dat plaatsvindt bij kunst en cultuur. Hier komen schoolklassen. Die komen in verbinding met andere tijden, met andere verhalen, andere culturen. Dat zouden we veel meer mee kunnen doen dan alleen maar hameren op werken en je aan de wet houden. De Nederlandse samenleving is zoveel meer en dat komt tot uiting in die kunst en cultuur. Dus dat zou veel meer in de politiek ook moeten worden meegenomen. En zeker in een tijd waarin mensen heel erg op zoek zijn naar hun wortels, heel erg op zoek zijn naar vaste grond onder de voeten, is dat wat ons bindt, die cultuur, extra belangrijk.